gezegd dat ze handen mogen doen. Wat hebben we gedaan? Ik heb per ongeluk één niet vermoord. Dat was de man! Nee! Hallo beste kijkers, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Henkie en Funkezool. Kijk, Funkezool. Leuk dat jullie er zijn, zeg. Vandaag ga ik zo een bijzonder avontuur aan, jongens. Maar eerst even lekker een nootmuskaatkoekje eten. Nee, vandaag gaat zo een leuk avontuur worden, jongens. Ik heb een heel leuk oud voertuig klaarstaan die ik in een oude Henkiesmonteur er heb gemonteerd. Maar voordat ik die aan jullie ga laten zien, bim! Dit zijn het aantal abonnees dat we nu hebben. Abonneer zeker even als je dat nog niet gedaan hebt. Reageer dat je bent geabonneerd en je naam komt in beeld. Dat is trouwens niet waar. Ik misspreek. Maar ik bedoel, ik geef je reactie een hartje. Maar goed, laat ik het voertuig klaarzetten. Ik heb twee tuinmannen ingehuurd. Ik hoop dat ze hun werk goed doen. Joes, wat heb je gedaan? Hoi, Henkies. Waarom liggen er zoveel van die bladblazers? Ja, we dachten als eentje op is, dan gaat dat gebeuren met de andere. Wat is Gerard aan het doen? Ik ga een bloem aan het ruiken. Oh, maar waar? Het zijn er zoveel. Wat? Het zijn zoveel bladblazers. Ja, hier nog één. Hey, Gerard, wat doe je? Wat zijn er zoveel? Wat heb je? Waar haal je die allemaal vandaan, joh? Dat kost toch veel geld? Ja, dat was een vrachtwagen. Dat was een vrachtwagen. Goeie ja, die bracht ze. Oh, maar ik heb jullie... Ik zit aan de drugs. Gerard, volgens deze kaart is hier dit is een begonia. Begonia? Een hele zeldzame bloem. Oh, ik dacht dat het een land was op de kaart. Want je zegt, je hebt het over de kaart. Nee, hier heb je de kaart. Nee, maar ik heb jullie ingehuurd voor de dag vandaag. Jullie gaan er met tuin werken, toch? Nee. Ja, het regent. Weet je wat? Ik ga er vandoor. Jongens, doe alsjeblieft voorzichtig met mijn tuin. Hey, weet je waar je tijd voor is? Een bakje pleur. Een bakje pleur. Ja, we mogen wel pakken, toch? Ja, en doe maar voorzichtig. En ja. Nou, kijk eens. Ik ga wel gewoon met de jetpack op pad. Ik ga namelijk naar de golfbaan. Want ik ga een dagje golven. Ik dacht, ik ga mezelf een keer verwennen en gewoon lekker golven. Dus laat ik instappen. Hoppakee, zo. Hey, Marcus. Wat? Die is hier helemaal niet. Hey, Henkie. Makkus. Waar is hij? Waar is Makkus? Gerard. Wat doe je hier? Hey, Henkie. Staat jouw achterdeur open? Staat mijn achterdeur open? Ja. Hé? Niet? Geitje. Hoe kom je dan hier? Wat? Weet je wat ik ga? Gerard. Nee, Gerard, kom terug. Dat is mijn vervoer van vandaag. Gerard, terug op de grond. Goed zo, voorzichtig. Pak deze maar. Pak jullie eigen autootjes maar. Gerard. Ja, zo. Au. Ik ga maar naar binnen. Ik ga naar Makkus. Ik ga poepen. Makkus. Nou, hij snapt er ook helemaal niks van, die Toos. Gerard, hou een oogje op Toos. Doe voorzichtig. Ik ga golven, jongens. Kijk wat ik heb. Dag. Gerard, hoe kom je daaraan? Nee, doe jongens. Nou, we gaan naar de golfbaan. Ik heb echt heel veel zin om even te golven. Mezelf een dagje verwennen, dat kan helemaal geen kwaad. Waarom blijf ik omhoog gaan? Ik moet voorzichtig doen, zo. Mezelf een dagje verwennen kan helemaal geen kwaad. Jongens, daar gaan we. Nou, kijk eens, daar zijn we. Ik zet even Lea nog even de snelheid aan. En dan gaan we naar de ingang toe. Nou, ik ben in ieder geval geland. Mijn jetpack, nee. Oh, politie. Ja, politie, er is brand. Politie, help. Voorzichtig. Politie, help. Politie. Oh, nee, waarom kom ik... Hoe is het toch altijd? Hallo, Peter. Hallo. In de houding, mijn naam is Ernie. Mijn tijd, mijn doelen, mijn projecten. In de houding. Jouw projecten. Ja, zo doe je dat inderdaad. Peter, wat heb je in je handen? Wat is dat? We zijn naar de McDonald's geweest. Dat zat in de Happy Meal. De brandweer komt eraan. Waarom? De brandweer. Waarom? Peter, kom op. Ernie, stop. Heel goed voor de borstjes, dit. Ernie, stop. Wat? Sorry. Wat doen jullie hier? We staan op surveillance. Oh. Voor wat? Waarom bij de golfbaan? Wat? Waarom bij de golfbaan? Blijf staan, Ernie. Waarom bij de golfbaan? Nou, we hebben gehoord dat hier wel eens ballen over het hek worden heen gegoten. Geschoten. Ballen over het hek heen gegoten? Ja. Peter, wat doe je nou? Peter, afstand. Goed zo. Willen jullie met me golven? Nee. Hoezo niet samen een potje golven? Hoezo niet? Surveillance, kom, Peter. Ernie, was die niet? Was deze vrouw niet? Ah, Peter! Sorry, Peter. Nou, papa.
Sorry. Gaan we... Ik wil mee. Ik ga mee op surf, Jansen. Nee, we gaan golven, jongens. Dat is een leuk dagje vrij voor jullie. Maar, is dat zo? Dat is zo. Ga maar... Maar wij hebben even surf, Jansen. Ja, maar... Als je hier naar links kijkt... Ja? Zie je een prachtrek. Hoezo? Kijk maar. Zie je dat? Wat is er met... Wauw. Oh, Henkie, kijk nou. Oh, nee, Henkie, kijk. Maar... Henkie, je zit even op surf, Jansen. Ja, maar je mag hier helemaal niet met je auto rijden, Andy. Wel, we hebben ontheffing. Ontheffing? Nee, Andy. Dit is niet goed voor die weg. Je houdt het pad op. Andy, het pad houdt op. Dan gaan we wel terug. Nee, oh, Peter. Peter, verdomme. Stap uit, jongens. Wat doen jullie nou? Je mag helemaal niet met de auto. Je saluut nog tijdens het rijden. Wat doe je? Ja, en waarom jij niet? Oh, saluut. Sorry. Nee, maar je mag hier helemaal niet rijden met deze auto. Dan zet ik hem wel even weg. Nee, waar ga je nou heen niet doen? Wegzetten. Oh, wegzetten. Oké, ik wacht hier wel. Ja, kijk uit voor het gras, Peter. Kijk uit, ho. Of tenminste, niet met de saluten. Kijk uit. Peter, oh. Peter, er staan bandensporen nu. Peter, bandensporen. Oh, ze gaan maar rijden. Ja. Auw, auw, auw. En dan een beetje het gras. Oh, wat een mooie, goede grasprietjes in dit, hè. Die werken echt heel goed. Wat leuk. En dan trekken we deze even net iets verder. Jongens, wat zijn jullie aan het doen? Nee. Hey, willen jullie nog golven of? Ik weet niet of ik dat kan. Maar dan hebben we een golfkarretje nodig. Ja, nee. Ik kan toch lopen? Nee, want stel je moet nou naar dat honk. Ik bedoel dat hol. Ja, maar daar hebben ze toch ook een golfkarretje? Ja, maar we moeten een golfkarretje hebben. Niet. Jawel. Oh. Peter, ik wil nu dat je dat wapen wegdoet. En een beetje gauw. Jawel. Nee, dat moet je niet moeilijk gaan doen. Anders krijg je vanavond geen eten meer. Eten meer? Er woont Peter bij jou. Peter, weg. Nu. Ja. Denk je, wil je even de andere kant op kijken? Ja, natuurlijk, Annie. Waarom zou ik de andere kant op moeten kijken? Annie, stop. Annie. Peter. Annie, stop. Au. Peter. En zo kwam het einde van Peter. Oh, Corrie, die ligt in de boel. Oh, Peter, je leeft nog. Ik snel. Oh, nee, Peter leeft niet. Oké, nou, dan is het denk ik maar aan mij alleen om een golfkarretje te... Oh, dankjewel, Peter. Bedankt voor het brengen. Salut. Peter, ik dacht dat je dood was. Bedankt. Henkie? Ja, kom even naast me zitten. Oh, ja. Kom ook even erbij zitten, Peter. Zo, Henkie, je dacht vast dat ik Peter had vermoord, maar die had ik met mijn Happy Meal. Was een plastic bijl. Oh, dus niks aan de hand. Nee, niks aan de hand. Oh, maar... Nou, ik ben net helemaal van daarboven naar dit bankje gerend. Ja. Of ja, Peter heeft me gedragen. Peter heeft me gebracht. Ik word toch wel moe van het lopen. Ja. Dus pak maar zo'n golfkarretje, dan doe ik mee. Een golfkarretje? Ja. Ja, Peter, help! Annie! Dag! Oh. Nou, oké, ik heb de eerste doos al gepakt. Ik ben lekker hier deze kant op gegaan. Als het goed is, komen Annie en Peter komen ook deze kant op. Ik weet alleen nog niet waar ze zijn, maar volgens mij... Oh, dat meen je. En waar... Hey! Dat is mijn voertuig. Waar halen jullie die vandaan? Wat? Waar halen jullie die vandaan? Nou, die stond langs de weg. Ben er ingenomen voertuigen. Oh. Ja, Peter! Waarom deed je dat nou? Maar ik ben klaar voor het monteren van... Maar... Wat doe je nou, Annie? Maar ik ben klaar voor het monteren van het voertuig... Je vergeet wat. Oké, Annie, vertel eens wat moet het aan voldoen, het voertuig? Vier wielen. Vier wielen. Behendig. Behendig. Hij moet opvallen. Hij moet opvallen. Ja. Ja. En weet je hoe we dat gaan doen? Nou. Politiestrepen. Nee, we moeten de politiestrepen op het golfkarretje. Ja. Maar waarom? Zo kunnen wij surveillance blijven doen over de golfkarretbaan. Wil je surveillance doen op de golfbaan? Ja. En moet er nog iets bijzonders mee zijn? Ja. En dat sirene. Is... Sirene. Een blauw dingetje op het dak. Oké. Twee of meerdere personen. Twee of meerdere personen. Houding! Ah, dan heb ik wat perfects voor jou, Annie. En ik ga gelijk aan de slag. Ja. En tot zo. Oké, kijk eens. Hij is helemaal af. En ik ben er zo trots op. Echt niet normaal. Kijk, daar is hij. Oh, het is een politie. En een golfkarretje. Kijk nou. Oh, dus die kunnen ze en naar de golfbaan om lekker te gaan golven. Maar ze kunnen ook nog steeds surveilleren. Of hoe dat ook heet. Ze kunnen... Oh, nee. Wat zijn ze nou aan het doen? Nee. Stop met schieten. Peter, stop met schieten. Oh, je weet het helemaal niet. Peter, er zit niks op je kont. Je hoeft niet zo naar je kont te kijken. Maar wie is er zo aan het schieten dan? Ik dacht dat jij dat wel zou zeggen. Oh, Annie, stop. Annie. Sinds wanneer heb je dit, joh? Die is classified. Die mag je helemaal niemand laten zien. Wow. Annie eraf, dat is voor geheim. Peter, pas op, Peter. Peter. Annie, stop. Sorry. Eraf, Annie. Eraf. Annie. Wat? Eraf. Ik hoor je niet door al die schoten. Kijk, ik ga doen. Annie. Annie. Ja, eraf. Ik trek je uit. Ja.
Ernie. Deze moet je terugzetten op deze plek. Deze mag helemaal niemand zien. Dit is voor geen project in de toekomst. Oh. Zet hem terug waar je hem vandaan hebt. Want dat doen we zo meteen wel. Kijk, kom. Nee. Ernie. Oké. Ik ga weg. Ernie, kan ik rijden? Oh, nee, ik kan niet rijden. Wat doen we met Peter trouwens? Die ligt hier. Ja, laat me even leren. Die komt zo wel weer bij. Oh, die komt zo wel weer bij. Wat heb je gemaakt? Kijk wat ik heb gedaan. Hij is af. Tada! Wat vind je ervan? Oh yeah. Hij is goed, hè? Hij is prachtige, Ernie. Wowie. Ja, je moet wel je handen aan het stuur doen tijdens het rijden. Anders, wat doe je? Stop, Ernie. Stop met toeteren. Ah! Oh nee. Rijden. Oh, Peter. Kijk, wat vind je ervan, Ernie? Weg van Peter. Nee, waarom laat je Peter nou achter? Daar is het niet gevaarlijk. Hij is goed, hè? Niet doen. Stop eens met schieten. Nou. Stoppen. Denken jullie dat je tevreden hiermee bent? Dat je kan surveilleren en... Dat denk ik wel toch, Peter? Zijn we hier blij mee? Ja. Hij zegt niks. Ja. Wel. Nee. Jawel. Nee. Ja, ik ook, Peter. Nee, stop. Peter zegt niks. Zeg nooit wat. Jawel. Peter heeft nooit wat gezegd. Peter. Nee, Peter zegt alleen dingen als jij, Arie, Betty of Corrie er niet is. Wil je niet over met door je collega's praten? Oh, wat is er met Corrie gebeurd? Wat? Wat is er met Corrie gebeurd? Depressief. Vermoord. Ta! Is hij depressief vermoord? Ja. Flashback. Ik hou van je. Corrie! Wat heb je met Corrie gedaan? Wat een mooie flashback, hè? Wauw. Goed, we gaan een rondje doen. Ja, ik neem jou al mee, Peter. Kom maar, Peter. We gaan een rondje doen. Zo. Hoppakee. Hij is erg behendig, snel en hij doet het goed. Je zegt wel snel. Ja, je moet wel... Nou, dat vind ik niet snel. Nee, je hebt ook het verkeerde... Ik heb een derde gaspedaal erbij. Daar moet je even op klikken. Oh. Het derde gaspedaal. Wacht. Moet ik even zoeken. Oh, je bedoelt deze? Ja, derde. Ja. Gewoon pakken. Oh, ja. Zo, kijk. Zie je, dan is hij al beter. Oh, voorzichtig. Oh. Oh, ga maar naar de golfbaan. Oh, golfbaan. Nou, we gaan wel naar... Ja? Mooi. Dankjewel, Ernie. We gaan wel naar de golfbaan. Heb je zin om te golven, Ernie en Peter? Of hebben jullie zin om te golven? Oh, voorzichtig. Oh, hoeveel zijn er hiervan gemaakt, Er zijn er... Nou, weet je, hoeveel bedoel je, hoeveel zijn er van gemaakt? Ik heb er gewoon hoeveel één gemaakt. Hoeveel golfkaartjes hebben gemaakt? Ik heb een patent aangevraagd. Zijn ze nou al gestolen? Ik heb letterlijk net 2 seconden een nieuw voertuig. Jullie politie steelt altijd alles van mij. Dat is helemaal niet. Dat is een hele goede zin. En ga zitten staan. Ga eens van mijn schouder af, Peter. Leef je brouw toch wel, Peter? Peter? Ja, hij leeft nog, zegt hij. Oh, nee, hij zei niks. Nee. Kan je even kijken of... Peter stinkt een beetje. Kan je even ruiken? Kom even. Oh ja, En? Laat me liggen, die is dood. Nee, maar wat nou als we allemaal ons eigen golfkarretje pakken? Want zo te zien zijn er al meerdere gemaakt. Oh ja, deze staat op mijn... Ik heb hier de sleutels van. Daar heb je helemaal geen sleutels van. Als jij de sleutels daarvan hebt, dan dood ik Peter. Oké, allemaal ons eigen golfkarretje pakken. Dan gaan we een wedstrijd doen. Peter, pak jij die daar? Peter. Oh, sorry, Peter. Nou, jongens, laten we golven. Volg mij maar. Want anders, Peter voor... Nee, Corrie voorop. Ik in het midden. Oké, weet je wat? We rijden wel gewoon. Ga, jongens. We gaan naar het eerste hol. Doorrijden. Doe nou voorzichtig. Nou, Peter is al afgevallen. Corrie, ik volg jou wel naar het eerste hol, oké? Wat doe je nou? We zijn er toch? Oh, we zijn er al. Oh, nee. Oh, nee, we zijn er niet. Rijden, Corrie. Corrie, voorzichtig. Corrie. Oh. Nummer 9. Dat is niet nummer 1. We moeten naar nummer 1. Corrie. Corrie. Oh, moment. Corrie. Oh, Peter de bank. We moeten naar nummer 1. Volg mij maar. Ik ben er! Oh! Oh, Corrie! Hey, ben op Ben! Ik bedoel, Ernie! Ernie, nee! Ernie! Oh, het gaat goed met Ernie. Ah, Ernie! Oh, het gaat goed met Ernie. Ja, het gaat helemaal goed. Het gaat helemaal prima. Oké, Ernie. Peter, die zit vast, dus dat maakt niet uit. Zullen we een potje golven? Ja, ik pak die van mij wel hier. Zo. Ja, ik pak die van mij ook. Zo, ik heb die tweede reserve van jou gepakt. Nou, dan wat is Peter aan het doen? Ja, Peter zit vast. Wij helpen hem even. Peter, kom nou los. Oh, je bent dicht bij je wielen. Peter, stop! Peter, mis je wielen. Wat heb je nou gedaan, Peter? Pas op voor Corrie. Ik bedoel Ernie. A few moments later. Wat vonden we ervan? Het golven? Je vond wel leuk. Komt ie, de laatste hol. 1 en 2. Hoppa! Het is... Weet je wat? Prima. Hé, volgens mij zag ik die vrouw... Hole in one! Ernie, ik zag volgens mij die vrouw iets stelen daar. Hole in one! Ernie. Dan gaan we lekker dansen. Weet je wat? Dansen. Ernie. We gaan nu lekker dansen. Wat? Ik zag die vrouw iets stelen, zei ik toch? Stelen! Ja, pak ze jongens. Pak ze, jullie kunnen het. Jullie kunnen het. Doe wel alsjeblieft voorzichtig. Oh, nee. Voorzichtig! Oh, zo Peter. Voorzichtig! Nee, ze was onschuldig. Ik maakte een grapje. Ik wilde dat jullie het aan gingen houden en iets. En dan, grapje. Maar nu is je dood. Nou goed, dan gaan we verder met de surveillance. Ja, we gaan... Zullen we gaan surveilleren ermee? Dat is het hele plan van de surveillance. Weet je wat? Ik stap wel bij jou. Dat is de verkeerde. Die is kapot. Die moet je niet hebben. Ik stap wel bij jou in Ernie. En dan gaan we surveilleren. En dan rijdt Peter achter ons aan. Dat is goed.
ik hou van Surf Jansen. Lekker. Dat was lekker. Dus nu. Was lekker. Heel lekker. Heel lekker. Maar de Surf Jansen. Geen bericht. Ja. Ja. Nee. Ja. Ja. Wat moet ik nou zeggen? Shit. Ja. Wat? Waar gaat het over Annie? Annie zegt over Annie. Oh, nee, is goed. Begin met Annie, spoed. Spoed! Spoed! Wat is er aan de hand? Die stoot, die wordt aangevallen. Terreur! Je spreekt met je centrale! Er ligt iemand op het strand te masseren zonder toestemming! We gaan een kijkje nemen! Kom op, Annie, we gaan! Wat zei die nou? Was er iemand aan het masseren zonder toestemming? Maar er is helemaal niemand op het strand. Oh, jawel. Waar is het? Moeten we een masseur zoeken? Ja! Oké. Maar ik zie niks. Daar links! Ik ook niet! Gespot! Waar? Terug! Oh, keren! Hier, stoppen hier! Meneer, handen omhoog! Wat? Handen omhoog! Jongen, je hebt deze goede billen. Meneer, doe je handen omhoog! Handen omhoog! Of is je dit? Het is een waarschuwing! Hij leeft nog! Wat vroeg aan dat? Het is een. Zo dan! Dat is wel een hele stijve nek! Dat is wel een hele sterke man! Oh. Hij rijdt weg! Ik heb hem! Rij achter me aan! Stap in, ik rij! Ja, rij jij! Ik pak hem! Je pak hem! Sta blijven! Blijf staan of ik schiet! Sta blijven of ik rij aan! Oh, Corrie! Sorry, ik bedoel Annie! Sta blijven, meneer! Handen omhoog! Oh, hij pakt het voertuig! Annie, stap in! Ik ben er! Stap in, Annie! Oh, we hebben... Hij is verdronken. Oh nee, hij leeft nog. Wat doet hij nou? Oké, Annie, wat is het plan? Wat is het plan van de pak? Onopgemerkt volgen. Onopgemerkt volgen is goed. Kijk eens naar rechts. Wauw. Alle mooie mensen op het strand. Wat een mooie mensen op het strand, inderdaad. Ja, prachtig. Is hij er nog? Hij is weg! Hij is weg! Waar is hij? Nee, rechts! Rechts! Nee, rechts! Oh! Zeg dat hij... Oh, sorry, meneer. Meneer, blijf staan! Oh, wie is dit? Op de motorkap. Wie is dit? Meneer, van onze motorkap. Hallo! Meneer, van de motorkap af! Hij is snap! Meneer, laat nou los van die motorkap! We zijn hem kwijt! Nee! Wie is dit nou? Wacht, Henkje, stop even! We gaan naar de motorkap! Eraf! Oh, daar is hij! Ja! Zeg dat ze handen omhoog moet doen! Sorry, ik had die megafoon nog in mijn hand. Oh, hier hebben we hem. Sta even! Nou hebben we hem. Hij zit tegen de paal aangeplakt. Hij zit tegen de paal. Dit ging zo hard. Volgens mij is hij dood. Ja, volgens mij ook. Maar gaan we even kijken. Ja, kijk, volgens de pols maar even. Pas op dat je niet per ongeluk schiet. Ja. Testen. Hij doet het nog. Henkie, we hebben een dooi hem. Ja, wat is er nog van over? Ja, hij is zo plat als een pannenkoek. Hij is geplet tegen een paal. Hij is juist een banaan geworden, hij is krol. Hij is een garnaal, zeg dat maar. Goeiedag, Centrale. We hebben hier een garnaal aangetroffen op het strand. Wat doen we met, volgens mij, opa Gerard? Ik denk dat dit opa Gerard is. Wat doen we met hem? Fileren. Ah! Nee, stop! Opa Gerard, stop! Annie! Annie, het spijt me. Annie. Het spijt me, gaat het? Annie. Gerard, kom hier. Annie gaat dood. Annie. Ja. En? Wat? De? En de? Houding! Houding! Oh, ik zie je niet meer. Nee! Gerard, wat hebben we gedaan? Ik heb per ongeluk Annie vermoord. Hij leeft nog! In houding! Nee! Gerard. Ja. Annie is dood. De sesam zou wel wegspoelen naar Gerard. Oh, wat moeten we nou met hem doen? Ja, ik wil even kijken. Wat heb jij in je handen? Ja. Wat is dat? Nee, wat heb je... Je slaat een bel in je hoofd. Annie van mijn... Oh, hij is nu één met de zee. Oh, jezus. Goedemiddag, ik had een bel in mijn hoofd ineens. Oh, Gerard. Annie is één geworden met de zee. Hij is meegespoeld. Ja, maar wie de hel is echt niet? We hebben je net achtervolgd. Trek die mutsjes van je hoofd, joh. Hier, wacht. Nee. Oké, dan niet. Maar Annie, ik wilde jou pakken. Ik dacht dat jij dood was, maar nu is Annie. We moeten hem eren. Waar is het voertuig daar? Oh, dat meen je. Wat stom. Nu moet ik het slechte nieuws aan Peter vertellen. Peter zei dat hij in zijn eentje Surf Jansen ging doen. Gerard, voorzichtig. Nu moet ik het slechte nieuws aan Peter... Meneer, pas op! Meneer, het spijt me. Hij is weg!
gewoon afgeleverd te worden. Jouw tyrannie als boef is voorbij. Nee, het is klaar met jou. Nee, ik ga je afleveren bij de politie. Ik laat het scheet. Nee, niet doen, niet doen. Ik ga je afleveren. Nee, stop, stop. Nee, nee. Als je me niet loslaat. Nee, 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 ik neem je mee. Ik ga je afleveren in de cel en het is klaar met jou. Hier, meneer collega. Oh, wie is dit? Waar is Peter? Help! Ik heb een boef! Ik heb amper bloed in mijn hoofd! Goeiedag! Allemaal bloed bedoel ik! Ik heb een boef hier! Wie bent u? Hallo! Hallo! Oh, u slaapt. Oh, nou dan zoek ik wel een andere collega binnen. Oh! Hallo, meneer? Meneer! Wacht, ik zet je even neer, Gerard. Nee. Het gaat, meneer, gaat het? Hallo? Hallo? Meneer, wakker worden! Wakker worden! Hallo! Wakker worden! Hallo! Goeiedag, ik heb hier een boef, wie bent u? Goeiedag, mijn naam is Frankie! Hallo! Frankie! Ben je? Mag ik niet op Frankie, kent u collega Annie? Ja, dat is de collega van de maand! Henkie! Oké, ja? Dit is Frankie de Jong, is je goede voetballer! Nee, dit wordt... Nee. Ze noemen hem ook wel Freddy. Oh. Maar ik heet eigenlijk Frankie. Oh, nou Frankie, kom even mee naar binnen, ik heb hier een boef voor u. Ja. Oh. Ik heb hem hier. Ik hou van vliegtuigen! Oh, dat was een kort vliegtuig. Ja, wacht. Waar gaan we heen? Moet ik hem niet hier afleveren? Frankie? Nou, Frankie, we zijn nu met mijn Freddy. Boom! Frankie, weet je, ik heb hier een boef. Wat moet ik ermee? Laat mijn neus, anders. Wat moet ik ermee? Ik schrijf alles om. Nee, wat moet ik ermee? Kan je even kijken hier? Oh. Kom maar mee. Okay. Loop ik hier maar voor. Ik heb wel wat nieuws zometeen voor je over. Oh, ik zet ze hier. Over! Wat? Over. Ik ben eruit. Nee. Ja, jij zit over. Ik had het niet op die manier bedoeld als over. Ik heb nieuws over. Ik ben aspirant, ik ben net pas nieuw. Mijn naam is Freddy, maar ze noemen me ook wel Frankie. Wat was eigenlijk andersom. Ik heb nieuws over Ari. Nee, ik bedoel... ik heb nieuws over Annie. Over dan? Hij is dood. Wie is Annie? Annie is dood. Ik dacht, dit is wel een droevig dingetje. Ik speelde hij wel is mijn droevig. Hij is dood. Goeiedag, mijn naam is Freddy, maar ze noemen me ook wel Frankie. Eigenlijk andersom, nog steeds. Ik zeg je, Annie is dood. Gecondoleerd. Het spijt me over Annie. Ja, mij ook. Hij is nu bij Ari, Berry en Cory. Nee! Ik wil ook knuffelen. Nee. Ik wil knuffelen. Ik wil... Maar Annie is samen met Cory en Berry en Ari. Waar gaan we heen? Waar ga je heen? Hey. Annie, ik bedoel Cory, ik bedoel Freddy. Maar Frankie, blijf staan. Frankie! Wat moeten we met Gerard? Die is nu voor jullie ofzo? Ik ben nog een aspirant, ik mag niet zoveel. Wat is de grond mooi? Boom. Kan ik ze wilden me eigenlijk eerst niet aannemen. Waarom hebben ze je eigenlijk wel aangenomen? Nou, ze zeiden dat ik een goede jongen kon zijn. Als ik maar mijn dromen geloofde. Als je maar je dromen geloofde. En ik droom van een vliegtuig zijn. Wat doet Gerard hier? Wat doet Gerard? Let niet op mij, ik ben gewoon een konijn. Ik ga naar huis, denk ik. Ik heb genoeg gezien vandaag. Gerard, moet jij trouwens niet in mijn tuin werken? Maar... Je had taakstraf, zag ik in het systeem. Taakstraf? Wacht, ik zal wel even controleren. Wat was de naam? Nee, geen naam. Dat is... Gerard is weg. Nee, ik ben... Huh? Oh, Gerard. Gerard, ga naar mijn tuin. Ga verder werken met Toos. Laat Toos in de steek. Ik ga naar huis. Ik ben zo blij dat ze me wilden aannemen. Ik ga naar huis. Ik spreek je later, Frankie. Oftewel, Freddy. Gerard. Frankie! Ik ben een nieuwe mascotte. Wat ik ga het? Opstijgen. Wil je dat bekijken? Ja, tuurlijk. Frankie is dood. Oké, laat ik even kijken hoe Toos en Gerard het uiteindelijk gedaan hebben. Althans, ik denk dat Toos alles in zijn eentje heeft moeten doen, aangezien Gerard weg was. Ja, nou, dan ben ik eindelijk bijna thuis. Oh, daar staat Gerard al. Kijk. Oh, ik ben zo benieuwd wat ze met de tuin gedaan hebben. Of het zo goed gelukt is. Gerard, ik ben er weer. Hey, Gerard. Hey, Toos. Oh, wat hebben jullie nou allemaal gedaan? Er liggen nog steeds overal bladblazers. We zijn bijna klaar. We zijn even de bladblazers aan het wegblazen. Dan zijn we klaar. Jullie zijn de bladblazers aan het wegblazen. Ja. Oh, waarom is hier een zwarte vlek op de vloer? We zijn uitgeleid. Met wat zwarte verf. Met waar hebben jullie zwart geverfd? Op daar. Op waar? Op de grond. Nou, op de grond. Ja, wat wilden jullie verven? Een verrassing. De grond, toch dan? Ja, we wilden je een nieuw terras cadeau geven. Een nieuw terras, maar jullie hebben gewoon één vieze vlek achtergelaten. Ja, de verf was op. Ja. Wacht, hier nog even een beetje... Ik wil naar Gerard, waarom heb je nou de auto daar geparkeerd? Omdat Toos elke keer van die bladblazers naar binnen blazen, dat ik blokkeer de deur. Oh, maar nu kom ik er toch niet meer door. Hoe moet ik nou naar binnen nu? Wacht, ik wil naar binnen. Ja, ik zet de auto aan de kant. Kijk, dit is Harry, de buurman. Hey Harry,
Zo, hoppakee. Toos, Gieren, dank jullie wel voor het maken van mijn voertuig. Ik waardeer het voertuig, wat zeg ik nou? Dank jullie wel voor het maken van mijn schoonmaken van de tuin. Ik ga lekker naar binnen even een koffietje doen. Doe jullie voorzichtig buiten. Zo, ja, even top. Lekker douchen. Je gaat even... Waarom ga je douchen? Ik ga naar bed. Waarom ga je... Oh, nou weet je wat? Dan ga ik wel gewoon lekker de noodbeskaart. Ja. Wat? Oh. Nou kijkers, dan bij deze sluit de video af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Die is helaas overleden. Hij is nu samen met Corrie, Barry en Ari. Heel leuk. Gerard, wil jij even een kussen komen brengen? Nee, ik ben al nat. Heb je kussens nodig, Toos? Ja. Ik zou niet als Gerard nat is dat hij bij je in de buurt komt. Dat gun ik niemand. Dus ik ga wel kussen voor je. Ik sluit eerst even mijn video af. Kijkers, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Spreek je later. Glaasje water. Toos! Ja. Wat zeg ik dan altijd nog meer? Gerard is nat. Telt het vier flesje bier. Tot de volgende keer. Doei.